Goedemorgen. Goedemorgen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren en op het belletje te drukken. Wat gaat deze doen? Wie? Dan deze. Ah, jij. Ja, ik hè. De jij. Dat is plat, hè. Verstaan jullie dat wel? Jij gaat naar de bakken voor brood voor mij te gaan halen. De welke? Volkoren brood. Nee, is dat volkoren? Ja, en waar? Bij Altekonen. Goed zo, voilà, jullie hebben reclame nu. Dan gaat de deze te voet vertrekken. Tot zometeen binnen een half uur. Ja. Dus ik ga een kleine wandeltasje maken. Ik pak de wagen niet. Heel slim idee. En dan ben ik maar onderweg. Ik heb ook een heuptasje. Daar zit dan ook mijn elektriciteit in. En ja. Wow, mijn gsm was nog niet helemaal opgeleid. Die is nu bezig met opladen. Dan kan ik gewoon blijven doorvloggen, hè. Mensen, het is daarbij. Oh, goeiemorgen. Even naar de bakker toe. Wel. Maar het is zo goed weer buiten, dat ik er ga van profiteren. Maar wel een klein beetje winderig. Brrr. In de schaduw is toch nog wel wat frisjes. Jaske wat meer te doen dan, hè. Ja, dus ik kan nog eens even vertellen over mijn levensverhaal. Dus hoe ik, ja, ik woonde vroeger altijd ja, bij mijn ouders, iedereen. En ik zal zeggen waar het ook verkeerd is gelopen tijdens mijn schooljaren. Dat is dat ik heel zwaar gepest werd. En niet in het lager. Maar wel in het middelbaar, dus van de eerste middelbaar tot de derde middelbaar, werd ik gepest. En dat was dus niet leuk. Ik werd ook tegen de garagepoort aangegooid. Ze stonden ook eens met messen rond mij voor geld af te trorrelen. Noem maar op. En ja, dat is allemaal ja, geen leuke ervaring. En dan ben ik ook overgegaan dan naar een busselschool, dat ik ook leerachterstand heb gecreëerd. Maar tussen technicum heb ik nog andere school gedaan, vergelijk de Speelhof in Sint-Truiden. Daar heb ik een paar weken mee gezeten, dat weet ik ook nog, een paar weekjes. Omwille van, toen kreeg ik een telefoontje van Maria Burgt. Ja, Dimitri, er is plaats vrijgekomen in dezelfde klas als uw neef. Ik daar direct opgesprongen en direct verhuisd van Speelhof naar Maria Burgt in Steenvoort. Na Maria Burgt in Steenvoort, daar heb ik ook denk maar 3 maanden gezeten, had ik leerachterstand. Ik kreeg die paar weken waar ik daar niet ben naartoe geweest, moest ik allemaal inhalen. En ja, het lukte mij niet. Oké. Dan ben ik van Mariaburg ben ik dan weer verhuisd. Weer al naar een andere school. En dat is de Busselschool in Borgloon dan. Maar die bestaat niet meer. Die is nu verhuisd naar Kortesem. En daar werd ik ook dan nog soms dus af en toe wel eens gepest. Maar ik ga wel eerlijk zijn. Ik ben nu wel blij wat ik nu al heb bereikt. Ik heb werk, ik heb een job. Maar momenteel ligt dat tijdelijk stil door die fucking virus. Echt waar, fucking virus. Wat ik zo haat. Ik heb wel mijn portefeuille bij. Oh nee, ah jawel. Ik heb mijn portefeuille bij. Anders heb ik op die paar honderden meters voor niets gewandeld. Ja, ja. Zo, voorgang van rest geven. Mooi, mooi, mooi. Ze stoppen hier, dat is goed. En dan, ja, heb ik daar toch wel mijn middelbare jaren afgemaakt. En dan vond ik ook wel heel fijn. Ze zijn hier in een huis beton aan het kiepen. Lol.
Ja. Moet kunnen. Moet kunnen. Daar allemaal voor nodig hebben. Ja, ja. En dat is redelijk hoog, hoor. Dat is redelijk hoog. En als dat nog niet genoeg is, grap me, ja. Ze zijn weer goed bezig. Dan zijn ze daar ook nog, goedemorgen. Zijn ze daar ook nog aan het werken? Oh, toppie, man. Toppie, toppie, toppie. Zie dat? Dat is Fliffius bezig. Fliffius aan de lichtpalen. Maar ik denk dat er iets mis is met het internet. En dan komen ze hier dan ook wel heel snel repareren. Maar eerst ga ik nu mijn voettocht verder zetten naar wat mijn schatje heeft gezegd. Op de corner. Daar ga ik nog niet naartoe. Ik ga eerst naar de bank toe. Dan van de bank ga ik naar At the Corner. En dan van At the Corner. Goedemorgen. Van At the Corner ga ik dan terug naar mijn appartementje. Het is toch zo heerlijk, hè, zo'n weer buiten. Mensen, mensen, mensen. Pak geen auto. Pak een fiets. Pak de beentjes. En verplaats u. Kom uit uw kot. Maar wel in die onmiddellijke omgeving. Voor de rest, blijf in uw kot. Ga niet naar grote supermarkten en al waar heel veel mensen zijn. Dus ja, ik doe dat dus nu ook niet. Dus naar heel veel mensen naartoe gaan. Ik probeer ook mijn contacten te beperken. En ook een meter en een half afstand houden. Goedemorgen. Ja, een kleine wedstrijd. Hoeveel keren goedemorgen heb ik gezegd? Moet jullie de vlog maar eens terug bekijken, hè? Dus, ik ben nu bijna aan mijn eerste halte. Dat is de bank. De bank is mijn allereerste pitstop waar ik ga, hoe de Nederlanders zeggen, pinnen. En hier gewoon geld afhalen, hier in België. En ik ben ook nog ergens heel, heel trots op. Echt waar, mijn views zijn echt momenteel aan het stijgen. Toppie daarvoor. Ook nieuwe fans zijn erbij gekomen. Dankjewel. En ik heb ook zelfs nog gezien in de statistieken dat, goedemorgen, dat er nog heel veel mensen nog niet zijn geabonneerd. Wel de abonneerbotten. Het is volledig, maar ook komisch volledig gratis. Gewoon hier op het abonneerknopje drukken. Maar als het in het Engels staat, is het een subscribe button. Ja, hier onze kleine winkelstraatje. Maar ik ga nog eerst wel rechtdoor naar de bank toe. En dan ben ik wel al blij dat ik dan subiet al terug op de terugtocht ben. Want jawel, ik wandel terug heel graag. Maar ik kreeg Bea niet mee. Ik kreeg mijn schat niet mee. Laat eens hier aan de reacties weten dat Bea, dus mijn schat, echt mee moet komen wandelen. Meer wandelen, noem maar op. Echt waar. Dat kan deugd doen, aan wandelen. Dat kan echt deugd doen. Daar ginder is At the Corner, maar dat baseer ik nu nog even niet. Ik ga nog eerst richting de bank. Voilà. En hier is het wel winderig. Oh man, ik heb al frisjes. Allee, tot zover. Zo mensen, ik heb gedaan mijn pennen.
ben terug buiten. Ha, weer een zonnetje. Woehoe. Jawel. Links, rechts, 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 kedam, redam, padam, pam, pam, redam, 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 pam, pam. Dat is iets zo van het leger, hè, mensen. En mensen, alsjeblieft. Dan begin je terug weer al wat bedrijvigheid en al. Och, waarom dat daar een hond staat. Maar ja, ik ga eerst mijn broodje halen. Yay! Woehoe! Ziet de mannen daar waar eens heel veel hoog hier in elk dorp werken. Oh man, die zon is wel sterk voor naar te kijken naar mijn schermen. Maar ze zijn echt heel hoog bezig. Want ziet waar die dingen staan, daar van onder pas. Ziet, ik zal het terug wat uitzoomen. Dan zien jullie waar ik ook sta. Ja, oh man. Wat raanhoogtjes, oogjes. Maar nu terug onderweg naar mijn thuis toe. Ja, moet ook gebeuren. Oh my man. Zo hoog durf ik wel niet te werken. Zo hoog durf ik wel niet te werken. Ik weet niet wat ze juist hebben bezig zijn hier in Algen. Als er een Algenaar kan zeggen hier in de comments wat die hier bij die kijktoog bezig zijn, mag dat dat altijd laten weten. Dat is de apotheek ding. Nou ja, die gewoon nu terug de voettocht. Fietsers op de baan alsjeblieft. Dank u. Ja, ik ben er echt heel streng in. Want de burgemeester is ook al bijna zo'n weggereden door een fietser. Want dit is een voetpad waar ik op wandel. Dit is een voetpad. Geen fietspad. Dat terzijde. Nu is het biet. Kom ik langs Kasteel Alken. Ik heb nu groen, denk ik. Eens even kijken. Heb ik groen? Dat is tot daar over te steken. Ja, ik heb hier groen. Voilà. Groen oversteken. En dan, ja. Ik vraag me af wanneer we echt terug kunnen gaan werken. In BWL. Noem maar op. Ik mis het toch hoor. Ik mis mijn werk. Ik geef dat eerlijk toe, mijn 8 uurtjes, dat opgevuld worden per dag. Ja, nu weet ik het terug dat, waarom dat wij werken. Om ons ook bezig te houden. Om ons, ja, natuurlijke ritme te behouden. En dat is allemaal nu gewoon één voor één weggevallen. Eén voor één. Jammer genoeg. En ik zit hier nu nog met iets een leuke verrassing, ook voor haar, als ze dat wilt. Eentje. Ik heb ze alle 3 opgekocht. In de Atekronen lagen er nog 3 eclairs. 3. En ik heb ze toch ze allemaal weer al opgekocht. Ja, 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 ja. Allee. Tot zelfs. Als ik terug ben. In mijn appartementje. Binnen. Dat is in mijn auto. Ik ga nu rechtstreeks terug doorrijden naar mijn appartementje. En dan nog subiet even wandelen met Bieke. Even kijken voor het uitrijden. Heb ze er hier? Ja, ik kan er in een keer uit. Voilà, bij deze. Ik ben nu terug onderweg naar mijn appartementje. Dat zo mensen, kijk eens, ik en zij zijn even op een wandeltochtje. Ja. Kan toch deugd doen, hè? Ik ben nu al buiten adem. En wat vind je van het landschap? Schoon. Dat heeft toch de boer weer al mooi gedaan, hè? Ja. En ik moet oppassen, anders loop ik tegen een wagen aan. Ja, dames en heren, hier zijn ze aan het werken.
altijd goed ook voor mij uitkijken. Of anders er patat, zet ik tegen een auto aan. En dan kan zij hier lachen. Zwaar, hè? Nee. Oh, oeh, nee. Daarmee kan ik lachen. Ah, oké. Maar een wandeling kan eens ooit eens deugd doen. Dan stoppen we wel eens ergens om een drankje uit te halen, want je mag niet ergens blijven zitten. Dat mag niet. Welke drank zou je willen halen? Dat moet ik nog weten. Ik denk misschien een capucinneke of wel een colaatje. Ik weet het nog niet. Wat gaat het voor jou zijn dan? Water. Spa. Spa. Oké. Okay. Spa. Ah. Ik denk dat ik zo'n twee flessen moet halen. Oké, okay. Mag ik die insteken? Ah, in de rugzak, zeg ik nu. En uw handtas. Dames en heren, haar handtas was ze van mij heeft gekregen. Dat is waar. Ah. Allee, we gaan nog eens een leuke wandelingsje doen. En dan zien we ook anders. Dan zijn we zich nog terug. PostNL, die werkt ook nog altijd. Voor pakjes te leveren en die hebben het te doen de laatste tijd, want er wordt meer en meer online gekocht. Ja, ja. En ja, natuurlijk PS nog altijd. Ja, wat een. Mijn schat krijg je in één keer een Vitesse boost. Ik kan daar niet volgen. What the hell? Doe dat nog een keer, schat, want er stond er niet op. Zit bij de duimpjes omhoog. Oh my god. Oh. En een blauw duimpje omhoog voor Kristal Alek dat die ook nog aan het werk zijn in deze moeilijke tijden. Oh. En jammer, we zitten nu in de schaduw te wandelen. Nu nog wel, 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 nu nog wel. Nu niet meer. Allee. En wat ik ook nog zie, er zijn heel veel tuinen die ook al onder handen zijn genomen in deze tijden. De tuintjes zijn mooier geworden, de natuur is mooier geworden. En ja, maakt niet uit. Ik ben aan het genieten. Daar zijn nog twee coureurs. Op de fiets. Lekker aan het fietsen in het zonnetje. Kan allemaal toch deugd doen. En vrachtwagen, niet over de stoep rijden. Oh. Maar die vrachtwagen pakt wel wind mee, hè? Ja. Tot ziens. Zo mensen, ik ga mij nu verplaatsen naar mijn ouders toe. Ik kom tot, alleen maar tot aan de deur. Eens kijken. Maar mijn papa heeft mij ook vandaag al uit de nood geholpen, dankjewel mijn papa. En ja, mijn schatje stond te wuiven aan de raam. What the love, man. Oeh, het is wel warm, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hier staan ze met vier gewoon heel kort bij elkaar te babbelen. Allemaal. Ach ja, laat de lockdown maar nog maar langer duren, zeker. Kom maar allemaal samen groepen. Echt waar, ik kan er gewoon niet tegen. En ik blijf ook in mijn eigen dorp altijd. Een leuke naam op laten: BED. Bed. Dat is wel een hele leuke nummerplaat, moet ik wel eerlijk toegeven. Wat? Bed, wat? W-A-T, wat? Welke nummerplaat kom ik dan nog tegen? Eens even kijken, hè. Dit is Kristal Alke. Ah, doe me geen jondeer. Meneerke, koop je een jondeer. Nieuw-Holland. En het hekken! En het rekker! Oei, het is zo donker. Even hier wat stroom bijgeven. En voilà.
Oeh, het was nog maar 18%. Geef nu Q. Nee. A. Nee, totaal niet. V, M, Y. Kan ik daar nog wachten, een paar goede lichten of wat? Stond al bijna toe en dan ja, maar maakt niet uit. We zijn nu onderweg richting Hakkenveld. We zitten nu in Hakkenveld, Valesse. Een mooie wijk. Waar je nog altijd wil terugkomen wonen. Hier zijn de lijnen geschilderd. Amai. De gemeente heeft echt zijn werk best gedaan om na de coronatijden toch terug in actie te vliegen. Maar wanneer dat de coronatijden gedaan zijn, niemand weet het. Dus maakt niet uit. Ach ja, ik ben nu bij mijn ouders. Dus ik zie jullie zelfs allemaal weer als. Hier staat dus mijn wasmand, mijn eten, deur is toe, dus ik ga nu ook niet naar binnen toe, omwille van voor de besmettingsgevaar. Dus nu hebben jullie het gezien, hoe we het doen hier bij mijn ouders. En nu gewoon terug vertrekken. Dankjewel mama en papa voor weer al het eten. Want als jullie er niet bestonden, wat zal ik toch doen zonder jou, zonder jullie, mama en papa. Dus ja, ik stuur een sms'je als ik bij mijn appartement aan vertrek. Ik vertrek nu en dan zetten ze dat buiten. Ze zetten binnen een minuutje buiten en dan wat die hier bezig is, ik weet het niet. Links, rechts, nee. Ik kan trek over. En daar is de gemeente. Kijk maar trek. Hier in het hoekje. Hier gaat direct de gemeente nu voorbij komen. Tjoef, zag je het oranje wagen? En nu ben ik niet meer recht aan het filmen. Ik mocht er de magazine niet aankomen, maar ik weet het. Bij de handen aan het stuur. Hier is er een jonge joggerke. Dat moet ik ook eens gaan doen. Ik ga joggen. Ja, ik ga misschien ook nog vandaag gaan doen. Joggen. Ik weet niet. Of al morgen. Want ik word anders zot in mijn kop. Ik moet buiten zijn. Ik wil gaan wandelen. Ik wil leuke dingen gaan doen. Voor jullie vlogs en al. Ik zit mijn borden vol ideeën. Ik hoop dat Pixeland zeker door kan gaan. 15, 16, 17 augustus 2020. Je kunt over, want iedereen doet het hier omwille van de werkzaamheden, even zo wat fietspad rijden. Het is toegestaan door, ik weet niet of dat toegestaan is, maar of anders staat hier dan een hele rij, dan kunnen die weer al hier langs niet, dan zit dat hier dan volledig vast. Dus je moet wel soms improviseren. Het is groen voor iedereen. Ja, voor deze aan mijn kant toch, hè. Voor hun is het nu rood.
Dan komen we weer al langs Kristallalke. En dan komen we weer al zo langs de oude Rijkswacht. Ah ja, een heel goeie. Rijkswacht. Wie, oh wie, kent dat nog? De Rijkswacht. Hoe zag dat eruit? Laat het in de comments weten. Een hele mooie vraag. Echt waar. Wie kent de Rijkswacht nog? En wat was het verschil tussen politie en Rijkswacht? Dat is ook een hele goede vraag. Ik weet de functies, wat er vroeger gedaan werd, maar ja, ik dacht dat vandaag echt woensdag was, maar het is nog maar dinsdag. Ja, als je zo'n langere tijd thuis bent, om een korte tijd geen beseffende meer welke dag dat het is. Ja, dan on een due. En ik hoop dat dat zo snel mogelijk wordt opgegeven, die lockdown. En dan we lopen ze hier gewoon in het midden van de baan. Op de baan bedoel ik. Voilà, ik heb nu op mijn parking parkeren. Mirjam die juist weggaat. Voilà, de parking blijft gewoon op evenveel auto's gevuld bij deze. Ik ga nu terug naar mijn appartementje, naar mijn schatje. Wat scheelt er, schat? Vertel het maar. Waarom zeg je zo wat lachen? Ik kan het niet zeggen. Oei, ze kan het nu niet zeggen. Nee. Ik ben een shout-out naar mijn fans die hier heel dicht bij mij ook wonen. Echt toffe mensen. Dat zijn jullie echt allemaal kijkers, dat wel. Maar echt, zo'n goede band met die kijkers heb ik ook nog nooit gehad. En ze zeggen dat ze elke dag opnieuw kijken. En dat geeft mij moed om door te doen. En dat wil ik echt zo ook behouden, dat er ook leuke commentaar is en al. En zijn ze door aan het gaan? Doei! Bye. Dat waren ze. Nu hebben jullie het ook gezien, mijn fans. Maar wij hebben wel letterlijk en figuurlijk wel op afstand gebleven, hè? Ja, dus maar dat was wel nodig. De voorschriftmaatregelen hebben we ook genomen. Ik heb ook gezegd, kijk, na de coronatijden gaan wij eens allemaal eens op de foto. Ja, met een handtekening erbij, dat is ook heel belangrijk. Ja, die kregen ze dan later, die handtekening. We kunnen een foto van ons uitprinten. Dat was ik van, juist ook van plan, want zij pakt mij weer aan de woorden uit mijn mond. Oké, okay, zeg het dan maar. En daar onze handtekening op zetten. Voilà, sa. We hebben gewoon hetzelfde idee weer. Ja, maar we gaan hier nu afronden. We gaan nog naar Enzo Knol kijken, we gaan nog naar familie kijken. En het, buurtpolitie hebben we al gezien. Ja, we hebben de buurtpolitie al gezien. Dus, bij deze, dankjewel. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, of een nieuwe video, of een nieuwe livestream online is gekomen. Tot de volgende. Tot morgen. Tot morgen. Ciao.